Yo, Kees van IFD, vanavond met een nieuwe aflevering van GTA 3. We gaan even kijken als onze grote boef het allemaal weer kan regelen. Hij zit op de wc. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We're both gonna do pretty well out of this. De audio was heel erg mooi synchroon. Dat mag niet aan mijn video. Voor mensen die dat graag willen weten. De game wat niet echt super goed synchronized. Je moet iets snels hebben en iets zwaars. Deze auto lijkt echt een bijste te hebben. Deze vooral. Want als ik allebei heb, dan kan ik heel makkelijk scoren. Ter scoren. Burger in the town. Kijken, wat is er precies om me heen? Stukje die kant. Stukje die kant. Stukje die kant op. Oh god, police. Uiteraard. Waarom meteen police? Als je ergens een hekel aan hebt, is de politie wel in deze game. En zo verschrikkelijk vervelend. Ah. Boom. De hele politie weer erbij. Politie, wij gewoon door. We kunnen mij gewoon niks verrekken. Leuk vinden of niet? Ik mag jullie niet. Hop, lantaarnpaal. Ik stond even voor de paal. Kijk, daar hebben we hem weer. Onze kar. Oké, okay. We need to drive. War police. Are you kidding? Kijk, vroeger was die AI van de politie nog heel goed. Dus je moest gewoon slimme posities gewoon neerzetten in die game. Om te zorgen dat ze het konden regelen. Oh god, die doet het terug. Oh, rollovers zijn vaak heel slecht voor deze auto's. Jongens, mission failed. Nu alvast zeggen, ik ben ontploffen. Wow, dit is rennen. Boom. Ik ga aan de kant. Scheid mensen. Kan ik niet gewoon meteen de hele auto laten ontploffen? Dat weet ik trouwens niet. Ik weet niet dat ik al te veel politie tegenkom. Zou ik hier naar beneden kunnen? Ja, dat kan. Eerst wat ik meteen hoor is politie. Niet eens waar de politie staat. Oh, daar! Dat echt, de missie was gewoon voor gewoon over. Oh. Nooit. Die politie in deze game is zo overpowered. Je raakt ze gewoon niet bij. Wat je ook gewoon doet. En dat maakt deze game best wel lastig. Hé, als dit een rotonde was. Oké, we ramden hem. En hij detecteerde dat het niet als aanrand. Ik mag dat ook niet op dood gaan. Dat kan gewoon niet gebeuren nu.
Maar wat er gebeurt, mijn auto mag dus gewoon niet in de fik vliegen. En dan ben ik gewoon dood. En dan ben ik een lekker band. Mijn auto rookt natuurlijk wel lekker. Uiteraard. Maar dan ga je deze kant op. Etter. Ik ga hem naar beneden toe. Andere auto pakken. Hij is overleden, waarschijnlijk niet zo heel lang meer. Ik wil even een snelle auto pakken. Wat meer wegligging. Hop, doorschuiven. Oeh. Hier was voor mij net ook. Ik heb snel naar het ziekenhuis toe. Ik heb snel health pakken en dan weer door. Yo, jullie zijn te langzaam. Langzaam slakken. Slakken touch. Geen police. Goed zo. Als het goed gaat. Ik moet die help hier hebben. Ongeacht wat er gaat gebeuren. Hop. Maar ze was gewoon letterlijk dood. Ja, dat is ook. Ik ken ondertussen de wereldmap ook nog. Dacht ik ook nog help. Mooi om te weten. Extra health kan nooit geen kwaad. Zo, dit is wel heel erg raar rijden. Hey, police, jongen. Moet die melk een keer. Oh! Dit kind. Ik zeg dat ik dat had verwacht. Als je niet mooi naar beneden rijden, loop ik weer omhoog. Beam. Ik wil heel graag even instappen, dat ik niet erg vind. Ik heb voor elkaar, jongens, 3 sterren. Stop met rammen! Hop, donderen. En hij om gewoon een cheat te gebruiken. No police, please. No police, please. Ik ga gewoon niet overleven. Ik heb gewoon geen zin om consistent missies te falen. En deze serie eigenlijk nog een half jaar voor te zetten. Ik zit gewoon niet op te wachten. Oké, hij rijdt er weer weg. Hij rijdt wel rare rondjes, zeg. Tiggy. Hoppa, kaart geven. Hey, ligt op mij iets van drugs. Want zo zag het eruit. Want dan moet ik na die auto laten ontploffen. Dat zou op zich wat te doen moeten zijn. Nee, een rare rondje zeg. Echt gewoon een achtervolging. Ja, je hebt hier toch gewoon al niks meer, dus. Hij heeft de elephant in de car. En nou moeten we het op destroyen. Of iets was het. Ja, dat kan geregeld worden. Ik heb iets rustiger plekje op. Dat heel mooi te gaan kunnen doen. Maar dat is wel mooi geweest. In deze auto. Even kijken. Nou, ik kan het heel mooi doen. Ik zoek even een heel mooi rustig plekje. Hierheen. Ik moet eens even hier neerdumpen. Nou, torch the car. Mission past. Ik kan niet als ik meteen mijn game trouwens opslaan. Dan ga ik het meteen even snel doen. Dus laat een like achter, kun je niet abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.